Niek 538 is gefokt door de familie Tank uit Vragender en werd in 2020 geboren met de naam Nout T. van Sessing. Hij is een zoon van Tiede 501 uit de model Sport Dubbel A Merrie van Bartelen 472. Hij heeft een verwantschap van 18,5%, komt uit stam 50, heeft een stokmaat van 1,66 meter en is afkomstig uit de eerste lichting nakomelingen van Tiede 501. Niek 538 is een rastypische hengst met veel front en een voldoende edel hoofd. Hij zou iets meer nek- en halslengte mogen hebben, maar heeft een verticale hals die wat zwaar uit de borst komt. Niek 538 staat iets in het vierkant model en is opwaarts gebouwd met voldoende lengte in zijn voorbeen. Hij heeft een schuine schouder en een sterke bovenlijn met een correct geplaatst kruis. De hengst heeft correct gesteld droog en hard beenwerk, maar zou wat royalere hoeven mogen hebben. Niek 538 heeft als driejarige het centraal onderzoek doorlopen. Het is een beleefde en intelligente hengst die geniet van aandacht. Hij beschikt over een ruime en takmatige stap en een draf met een goed achterbeengebruik. In galop zou hij nog iets meer balans mogen krijgen. Niek 538 is fijn in zijn aanleuning en geeft goede reactie op de hulpen van de ruiter. Hij heeft veel inzet en heeft een meewerkend karakter. De hengst heeft zowel als men- en tuigpaard aanleg, waarbij hij aangespannen veel front en veel looplust toont. Hij heeft een sterk en actief achterbeen, kan goed schakelen en heeft een voldoende zweefmoment. Ook aangespannen toont hij veel inzet en laat hij zich fijn bewerken. Niek 538 valt op door zijn zeer goede stap, welke hij dan ook kan verbeteren. De hengst kan het beste gebruikt worden op merries met voldoende halslengte die niet te zwaar in het front zijn. Niek 538 kan een bijdrage leveren aan rasuitstraling en het verbeteren van de inzet.